ben Maurits Jansen. Ik woon in Breda. Zit op hockey natuurlijk. Ik zit op HC Breda bij jongens B1 en bij Heren 1. En nu nog bij Nederlands A. In mijn vrije tijd, natuurlijk met tv kijken en computeren, maar ook als het lekker weer is ga ik met vrienden voetballen op een veldje. Achter mij hier is een voetbalveldje met kunstgras en 2 goals. En dan gaan we dan spreken af en gaan we daar voetballen. Ja, meestal doen we gewoon een wedstrijdje of we doen een spel vorm van Engelsen of tienen. Dat is altijd wel leuk. Blessures, nee, daar heb ik nog nooit last van gehad met voetballen. Want we doen altijd wel gewoon rustig aan. Niet echt dat je volle sprints gaat trekken en zo. Dus altijd wel prima. Ik heb altijd op hockey gezeten, maar ik heb altijd heel veel gevoetbald met vrienden. Gewoon na school en op het schoolplein zelf. En op de basisschool gingen we altijd voetballen. En bij vriendjes in de tuin gingen we voetballen. Dus ik heb altijd heel veel gevoetbald, maar nooit erop gezeten. Ik wilde altijd wel per se op hockey. Fan van Ronaldinho ben ik. En die volg ik altijd. Ik heb shirtjes van hem. Dat is wel heel leuk. Ja, hij is een beetje afgezakt. Bij Barcelona toen was hij echt supergoed. Maar hij is wel minder geworden. Maar ik ben nog steeds een grote fan van. Bij Heren 1 zit ik er niet vast bij, maar ik doe nou wel veel wedstrijden mee omdat er iemand geblesseerd is. Maar ja, ik vind het wel leuk om mee te doen, maar het is wel anders dan met B1, want je zit natuurlijk met veel oudere jongens. Dus het is minder gezellig, maar het is wel leuk voor de ervaringen. Ja, het lijkt me natuurlijk wel leuk om in het echte Nederlands elftal te kunnen komen. Maar ja, gewoon Heren 1 lijkt me ook gewoon leuk om te kunnen spelen.